Komende dagen wordt het zonniger, warmer, maar af en toe komt het ook tot een onweersbui. Een trend die we de afgelopen tijd in de 30-daagse weersverwachting al voorbij zagen komen. Afgelopen week zagen we dat ook de zomervakantie in Nederland wel eens heel mooi zou kunnen gaan verlopen. Op basis van de laatste kaarten gaan we kijken of dat nog steeds het geval is. Afgelopen tijd zagen we dat het Azoren hoge drukgebied invloed zou uitoefenen op onze omgeving. En dat is ook wel gebleken was het wel zo dat de afgelopen tijd met een westenwinter wat koelere lucht de winnaar was. En het leverde ook af en toe wat wisselvallige weer op. Maar dat Azoren-hoge drukgebied is aan de wandel aan het gaan. De komende dagen weekt het zich als het ware los in de buurt van die uh, Azoren-eilanden... en schuift het door richting de Atlantische Oceaan ten westen van Ierland. En in de loop van volgende week... Dan zien we zelfs de luchtdruk boven Scandinavië stijgen. En met zo'n Scandinavisch hoogdrukgebied moeten oceaandepressies helemaal over de Noordpool schuiven. En verder zullen we zien dat af en toe wat lage druk ten zuiden van ons terug te vinden is. Dat zijn niet die actieve oceaandepressies, maar dat zijn zogenaamde koude putjes. Belletjes met koude lucht op hoogte, waarin dan gemakkelijk, met name boven het warme continent, een aantal regen- en onweersbuien tot ontwikkeling kunnen komen. En wij zitten wat dat betreft een beetje op de grens tussen beiden. En dat zien we bijvoorbeeld ook terug in de temperatuurverdeling. Want onder de vleugels van het hoge drukgebied is het in Noord-Europa de aankomende dagen warm en zonnig. Weinig bewolking, dus die zon die kan daar de boel flink opwarmen. Ook Centraal-Europa is duidelijk warmer. Maar in de buurt van die koude putjes boven Frankrijk. Daar ligt de temperatuur op een wat lager niveau. En verder valt er dus met name in Frankrijk, maar ook in delen van Duitsland en de Benelux. een aantal regen- en onweersbui. Veel droger dan normaal is het, vooral ten noorden van ons, onder de vleugels van dat hoge drukgebied. Dat vertaalt zich allemaal heel mooi terug in de pluimen. Ten eerste de warmte, want de temperaturen gaan dus omhoog. De komende dagen, dit weekend bijvoorbeeld, zien we zelfs een gereden kans op meer dan 25 graden in midden-Nederland. En de 15-daagse pluim laat ook zien dat die kans best wel reëel is. Zo'n 23 tot 26 graden, dat is zo'n beetje de algemene deler voor de komende twee weken wat temperatuur betreft. Tropische hitte, die kans is voorlopig heel klein. Maar wat ook opvalt, is het risico dat er toch af en toe een paar regen- en onweersbuien ons land aandoen. De zuidelijke provincies zijn net wat meer favoriet dan het noorden van het land. Al zal het zeker ook in het Waddengebied wel eens een keer tot een forse regen- of onweersbuien komen. Midden-Nederland zien we in ieder geval toch wel een gereden kans dat er de komende tijd buien vallen. Maar. In de loop van juli verandert dat wat. Dat hoge drukgebied boven Scandinavië blijft er liggen. Lage drukgebiedjes boven het continent met een aantal regen- en onweersbuien blijven ook aanwezig. Maar de invloed van het hoge drukgebied wordt wat sterker. Dat betekent dat het bij ons niet meer zo nat wordt. En de temperaturen liggen ook over het algemeen iets boven de norm voor de tijd van het jaar. In de buurt van die regen- en onweersbuien in Frankrijk blijft de temperatuur wat achter. Dat is niet alleen in de week van 12 tot 19 juli zo. Dat is ook in de week ervoor en ook de week erna. Want in de drie weken daarna, aankomende week dus, verandert er eigenlijk niet veel. Dat wil zeggen dat de temperaturen in onze omgeving voorlopig aan de hoge kant liggen. Aankomende week vallen dus regelmatig regen- en onweersbuien. De dagen daarna, de weken daarna moet ik zeggen, komt het ook wel eens af en toe tot een bui. Maar nat wordt het zeker niet. En als we dit allemaal bij elkaar optellen en we bedenken dat steeds meer regio's in de loop van juli met zomervakantie kunnen. betekent dat dat het in eigen land in ieder geval de komende weken prima zomerweer is. Met over het algemeen mooie temperaturen. En ja, er valt wel eens een keer een regen- of onweersbui. Maar wisselvallig en koel cool weer, dat staat voorlopig, dankzij een krachtig hoogdrukgebied boven Scandinavië, niet op het programma. Tot de volgende keer.